moet hij dit niet al te veel doen. Hij wel, Avital Salomon. Prachtige redding van Nantes. Penne. Pianglet. Nederland herstelt zich, want het zag er donker uit. Het 14e punt dreigde. Henk-Jan Held. Vechten bijna meer tegen zichzelf dan tegen de Cubanen op dit moment in Nederland. Dubbel fout, zegt de Hongaarse scheidsrechter. Er was een andere bal in het veld. Henk-Jan Held. Net service. Waarom, waarom, waarom? Benne, prachtig. En wat kan het een beul zijn als die goed is. Sprongservice. Uit, niet aangeraakt door het Nederlandse blok. En het 12e punt. Gisteren heeft Benne ook één keer die sprongservice gedaan. Nu dus de tweede keer. Hij deed dat ook aan het begin van het seizoen, maar toen kreeg hij de knieoperatie en deed hij het wat minder. Sarmientos. ...13-12, Nederland 1 punt ingehaald. Despenje. Alles stopt bijna rondzwerven. Prachtige bal van Martin van Oost. Heel hoog zittend. Laat hem bijna binnen de 2 meter lijn. Komt hij. Prachtig. Marco Klok, geen risico. Wel behoorlijk hard nog. En het blok van Martin van Oost. De bal is in. Via het blok en het is gelijk, 13-13. Prachtig einde van deze eerste set. 10-10, 11-11 en nu na 13-11 achterstand, 13-13. Sarmientos. Uit via het Nederlandse blok. De handen van Avital Sellingen. Sarmientos. Cuba won gisteren de eerste set met 15-9. Ron Zwerver, side-out voor Nederland. Martin van Dorst. Fantes, uitgeslagen, niet aangeraakt door het Nederlandse blok. En het is 14-13 en setpoint. Merkwaardige ontwikkeling hier in die eerste set. 7-0 achter, 13-11 achter en nu op setpoint Nederland. Is nog niet gebeurd, hoewel ik als scheidsrechter die bal zou afkeuren. Ron Zwerver mag hem waarschijnlijk uitmaken. Dat doet hij en Nederland wint de eerste setwet, 15-13. Opslag van Diago, het begin van de tweede set, de slechte stop van Marco Klok en onmiddellijk een punt voor de Cubanen. En dat heet een service ace. Klok nog een keer, nu beter. Held. Despenje. 2-0 voor Cuba. En zo begon het ook ongeveer in de eerste set. En dat maakt het voor het Cubaanse blok natuurlijk lastig. De ontknoping van de tweede set. Het staat al 14-7 voor de Cubanen, dat kunnen we net meemaken. Uit service, 10-6 verlieten we u, nu 14-7 door een slechte periode van het Nederlands team. Wissel, Martin van der Horst eruit, Olaf van der Meulen erin voor zijn sprongservice. Het bleef nog een tijdje 10-6, daarna 11-7, maar daarna liep Cuba uit naar 14-7 door fout inderdaad bij Nederland. Olaf van der Meulen met zijn sprongservice. Ja, en dat blijft natuurlijk lastig om zo van de bank die druk te voelen. Wissel ook bij de Cubanen, Freddy Brooks, die er op rechts achterin gekomen is. 3 plaatsen meegespeeld heeft, waarin er 4 punten gescoord zijn. Benne, goed. Side-out voor Nederland. Stelt het
Cubaanse feestje nog even uit. En dan de gebruikelijke wissel. Patrick de Reus erin, Avital Seringer er even uit. Om het blok van Nederland te versterken. En tegelijkertijd de sprongservice van Ron. Goed. Over het net. Patrick de Reus met de setup naar Ronswerven. Die is te laag. Die kan die niet pakken. En dan de wissel terug. En ik heb het over een kans dan voor het Nederlands team die ze moeten grijpen. Dit was een kans om hem te grijpen. Setpoint weer voor de Cubanen. Diago. Benne, moeilijke bal. Avital Seringer. Nou, Ron Zwerver, dat wordt een hele moeilijke bal voor hem. Ik kan die niet goed spelen. En de Cubanen winnen de tweede set na 35 minuten spelen met 15-7. Eerste set 15-13 voor Nederland. Voor Nederland 10 voor Cuba. En kan Nederland het uitmaken? 1-1 in sets. Prachtige sprongservice van Ron Zwerver. Gantes, goed blok. En weer Gantes. En weer een blok. Oh, weer Benne. En het is 13-10. En het publiek heeft recht om op de banken te staan. Het is, zoals ik zei, kwalitatief geen geweldige wedstrijd. Maar er is ontzettend veel strijd. Er is ontzettend veel sfeer. Er is ontzettend veel emotie. Schitterende sprongservice van Ron Zwerver. Hij mag het zelf afmaken. En dat doet hij. En dat ziet het publiek natuurlijk heel ontzettend graag. Hij loopt met zijn tong op zijn schoenen. Heeft geen blok tegenover zich hier. Maar houdt Nederland volledig op de benen in deze wedstrijd tegen Cuba. 14-10 en het setpoint op zijn eigen sprongservice. En het zou prachtig zijn natuurlijk als hij het afmaakte, maar dat lukt niet helemaal. Maar de redding is van Marco Klok. En dan maakt Ron Zwerver het zelf uit. En dat is natuurlijk een bekroning voor hem. Het einde van deze derde set. In zijn eentje bijna trekt hij de derde set naar zich toe. En terecht daarvoor. Ron Zwerver is wat uitgespeeld natuurlijk. Die heeft ontzettend veel moeten doen. Zijn aanvallende rol is voornamelijk overgenomen door Edwin Benne. Dan komt Ron Zwerver nog. Wat kan die? Benne. Cubaanse blok is goed. En daar een Cubaanse voetfout. Rommelig, maar de opslag gaat terug naar Nederland. Hield het Nederlandse team aanvallend op de been. Marco Klok krijgt de wissel. Ron Boudry, die in het begin van de wedstrijd al vervangen werd door Marco Klok, komt hem vervangen. 12 Nederland, 13 Cuba. De Spanje, gepakt door Olaf van der Meulen. En gehaald door Avital Seringer. En ingeslagen door Ron Zwerver. Ongelooflijke bal. Buiten dat zijn en het is 13-13. En het publiek ziet het weer. Het zat in de vierde set waarin Cuba voortdurend de voorsprong had. Maar op het laatst kwam Nederland weer terug. En hier de bal die buiten de antenne langs gaat. En Nederland het 13e punt bezorgt. 13-13. Despagne. Heeft wat rust gehad. En springt nog super hoog. Marco Klok komt er dan weer in voor Ron Boudry. Want die moet het stoppen verzorgen. Edwin Benne heeft de stop niet meer gepleegd. Marco Klok en Ron Zwerver doen samen het stoppen. Stop is goed. Benne. Via het Cubaanse blok in de tribune. En Edwin Benne, hij staat ongelooflijk te spelen in die vierde set. En komt hij? Wacht even. En via het Cubaanse blok in de tribune. Opslag van Henk-Jan Held. Nog een wissel bij de Cubanen. Henk-Jan Held klaar voor de opslag bij 14-13. De Spanje natuurlijk aangespeeld. En aan hem kun je het toevertrouwen om in deze laatste fase nog even de opslag terug te brengen naar de Cubanen. Felix Milan.
Schop is goed voor Marco Klok. Benne. Ja, die staat zo goed te spelen in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Hij is recht over zijn zwakke begin heen geworsteld. En is nu de absolute uitblinker in het laatste gedeelte van de wedstrijd.